Het gaat niet alleen maar over geld. Het gaat uiteindelijk ook over mensen. Het gaat over onze lokale bestuurders. Die hebben het niet altijd makkelijk. We hebben het net over geld gehad, maar ook op andere manieren staan ze soms onder grote druk. We kennen de verhalen over de intimidaties en soms zelfs fysieke bedreigingen. En ik vind het belangrijk om hier ook nog een keer te zeggen, dat mogen we nooit accepteren.